fluffy, dat is het woord van vandaag. Want ik ga vandaag hele lekkere couscous maken en die ga ik niet wellen. Maar stomen, daar heb je een zeef voor nodig. Daar heb je een pan voor nodig met deksel. En klaar ben je. Die couscous ga ik op smaak brengen. Dat ga ik doen met allemaal verschillende groenten. Lekker wat amandelen, olijven en feta. En ik ga er een stukje zalm bij bakken. En die smeer ik ook nog in met heerlijke, pittige harissa. Ik heb heel veel zin om te gaan koken. Doen jullie mee? Ik maak boter couscous met zalm. En daar heb je voor nodig zalmfilets, harissa, couscous, lekker wat roomboter, een handje amandelen, sous-vide gegaarde paprika en courgette en olijven met feta kaas. Ik begin even met deze mooie zalm. Ik heb vandaag zalm met een stukje huid erop. Die ga ik op smaak brengen door hem in te smeren met harissa. Doe ik eventjes een beetje harissa in een kommetje. Harissa, een heerlijke pittige pasta, gemaakt van pepers, knoflook, heel veel specerijen, geroosterde paprika, soms ook wat tomatenpuree. Smaakt een beetje naar een milde sambal met heel veel smaak van specerijen. Als je die insmeert met een kwastje, dan kun je die smaak dus ook op je zalmfilet krijgen. Ik smeer alleen de huid niet in, want die huid die ga ik natuurlijk bakken. Die bak ik ook het langst in de pan. Dus dan wil je natuurlijk niet dat die harissa gaat verbranden. En harissa is eigenlijk een soort smaakmaker voor gerechten. Het wordt vaak gebruikt in marinades. En je kunt er, zoals ik nu ook doe, gerechten mee insmeren of ingrediënten. Dus ook vis of vlees of groenten, ook super lekker. Dan laat ik dit even lekker intrekken. Als een soort marinade. Zalm aan de kant, die ga ik straks pas bakken. En dan de couscous. Nou, die kun je natuurlijk op de snelle Henkie manier doen, namelijk couscous, kokend water erop laten wellen en klaar ben je. En dat is natuurlijk ook helemaal prima om het zo te doen, vooral als je weinig tijd hebt. Maar je hebt ook een andere manier, de traditionele manier zoals ze het in Marokko doen. En dan ga je hem stomen. En dat is eigenlijk ook heel simpel. Het zijn een paar handelingen meer, maar dan krijg je wel echt hele lekkere fluffy couscous. Ik heb hier een pan met deksel. Daar zit een klein laagje water in. Ik stoom hem zo meteen in een klein beetje bouillon. Ik heb hier wat groentebouillon, dus die laat ik even oplossen in het water. En dan breng ik dat kleine laagje water aan de kook. Dan heb ik hier couscous. En die couscous die schep ik eventjes in een kom. En je ziet het, het zijn allemaal korreltjes. Die worden gemaakt door tarwe en water eigenlijk fijn te wrijven in de handen. Zo krijg je couscous. En als je die couscous op smaak brengt met een goede scheut olijfolie. Lekker wat zout. En ongeveer 100 ml koud water. Dan kun je een soort laagje om je couscous heen creëren. En dat doe je echt met je handen. Pas wel op dat je die korrels niet plat drukt. Dus wrijf ze een beetje tussen je vingers. En net zoals bij risotto zal die couscouskorrel een beetje glazig worden. Dat is ook precies de bedoeling. Dan schep je de couscous over naar de zeef. Die zeef die hang je in de pan met kokend water. Zorg wel dat die zeef het water niet raakt. Dan schep ik de couscous erin. Dan heeft hij ongeveer 10 minuutjes nodig met de deksel erop. Die stoom gaat ervoor zorgen dat die couscouskorrel gaart en super luchtig en fluffy wordt. Dan door met de rest van het gerecht. Ik heb hier een koekenpan. Die zet ik vast eventjes op het vuur. Daar ga ik lekker wat amandelen in roosteren. Het zijn ongebrande, ongezouten amandelen, dus die kunnen altijd wel even een tikkie gebruiken in de pan. Die laat ik even rustig een beetje roosteren. Dan qua groenten heb ik vandaag gegrilde sous-vide gegaarde groenten. Dat klinkt natuurlijk heel spannend en dat is het ook wel een beetje. Het is namelijk een techniek die vooral in restaurants gebruikt wordt. Wat doen ze? Ze doen ingrediënten vacuümeren, in dit geval groenten. En dan gaan ze ze in een bak met water leggen en zo worden ze heel gelijkmatig gegaard. Nou, die hebben wij vandaag ook. Deze zijn ook nog even kort gegrild. Daardoor zit er ook een mooi geel streepje op. Het leuke van sous-vide gegaarde ingrediënten is dat ze heel veel smaakbehoud hebben. Want door dat vacuümeren moet je je voorstellen dat die smaakmakers helemaal zo
in dat ingrediënt blijven zitten. Dus ook als je marineert en dat sous vide gaart, dan trekt die marinade super lekker in je ingrediënt. Kijk, en ik heb hier courgette en paprika. Zo. Hij loopt terug. Zo, kijk, een heleboel groenten vandaag. Ga ik nog even kijken hoe het bij de amandelen gaat. Ja, het gaat nog goed. Die groenten ga ik zo meteen ook gewoon eventjes rustig verwarmen. Dus ik zet hier ook vast het vuur eventjes aan onder de pan. De groenten, die snij ik in reepjes. Nou, denk je misschien, kan ik thuis ook sous vide garen zonder zo'n apparaat te hebben? Ja, dat kan dus. Je pakt een Ziploc zakje, dus zo'n zakje met zo'n dingetje waar je hem dicht kan doen. Daar doe je een ingrediënt in, bijvoorbeeld wat vis of wat vlees met wat specerij of wat kruiden of wat groenten natuurlijk. Die leg je in een bak met koud water, daardoor trekt hij vacuüm. Dan haal je hem daaruit, dan leg je hem in een pan met warm water. En dan een vleesthermometer erin, zodat je precies kunt meten of het water op de juiste temperatuur is. En dan heb je je eigen huis, tuin en keuken sous vide apparaat. Dat is misschien leuk met de kerstdagen. Oh, bijna. Ben je van de Marokkaanse keuken? Ja, heel. Ik vind het echt super smaakvol. Ik ben één keer in Marokko geweest en ik was echt verbaasd over hoe ontzettend lekker het eten daar was. Het zag er ook allemaal prachtig uit. Maar wat ze heel goed in de Marokkaanse keuken doen is gewoon heel veel hele smaakvolle ingrediënten gebruiken. Dus veel specerijen, veel saffraan, veel mooie groenten. Heel erg lekker. Deze gaat met een klein beetje olie in de pan. Gewoon eventjes doorwarmen hoor. Een klein scheutje. Fis. Dan zijn de amandelen denk ik inmiddels lekker geroosterd. Dus die schud ik even op een bord om ze te laten afkoelen. Als ze eenmaal mooi afgekoeld zijn, zal ik die ook nog even grof hakken. Mijn couscous heeft nog heel eventjes nodig. Ik zet wel vast het vuur onder de koekenpan weer aan. Ik ga hier namelijk ook zo meteen de zalm in bakken. Groenten even een klein beetje omscheppen. Dan gaat er een scheut olie, olijfolie of zonnebloemolie. In ieder geval eentje die je goed op hete temperatuur kunt verhitten. In de pan. De olie laat ik even goed warm worden. Ik vind zelf altijd wel fijn om zalm met een spatel om te scheppen. Ook omdat zalm natuurlijk wat kwetsbaarder is en snel uit elkaar valt. De zalm die heeft natuurlijk inmiddels lekker kunnen marineren. Die smaken van die harissa zijn er helemaal ingetrokken. En ik heb hem hier dus op de huid liggen. En zo leg ik hem ook in de pan. Die huid heeft langer nodig dan de kant zonder huid. Want zo'n glazige vishuid, dat is natuurlijk helemaal niet lekker. Je wil dat die lekker krokant wordt. En dat doe je echt door hem eventjes flink op de huid te laten bakken. En als hij dan loslaat van de pan, dan draai je hem om. Ik heb het hierbij wat eten we al wat vaker verteld. Want ik heb natuurlijk regelmatig zalm gebakken. Mocht je nou dol zijn op zalm, kijk dan even een keer op de site, want er staan een heleboel leuke recepten met zalm. Bij het bakken van zalm is het altijd belangrijk om hem goed in de gaten te houden. Hij kleurt namelijk langzaam wit, dat zie je heel snel gebeuren. Dat zijn de eiwitten die stollen in de zalmfilet. En langzaam trekt dat wit naar boven. En als hij dan ongeveer halverwege is, dan draai je ze om. En dan laat je de andere kant nog heel kort even bakken. Deze heeft nog heel even nodig, zie ik. De couscous, die heeft nu 10 minuten gestoomd. Dus deze schep ik even over naar een grote schaal. Het vuur kan hier uit. Nu is hij natuurlijk nog niet lekker fluffy, maar dat komt zo meteen. Hij heeft wel lekker al die smaken al
gekregen van de bouillon en de olijfolie en van het zout. En nu is hij natuurlijk nog lekker warm. En we gingen boterkoeskoes maken. Dus die boter, die schep ik over de koeskoes heen, zodat hij er lekker doorheen kan smelten. Dus laat hij maar even rustig staan, zodat hij goed kan smelten. Dan gaan we weer even bij de zalm kijken. Wat je ook even kan doen, is wat ik nu ook doe, is eventjes de pan bewegen. Als de zalmfilets dan loslaten, dan weet je dat je hem om kunt draaien. Want je wil die huid natuurlijk ook niet kapot trekken. Een tweede spatel erbij. Dan flip ik ze om. Dan draai ik meteen het vuur laag. Dan haal ik hem ook meteen van de pit af. Die pit is natuurlijk warm, dus die zorgt er ook voor dat hij extra doorgaat. Nou lijkt het misschien een beetje alsof die huid verbrand is. Maar dat komt natuurlijk ook door de harissa. Ik laat hem altijd nog een minuutje of wat doorgaren zonder hem op het vuur te hebben staan. Want die binnenkant die mag lekker rosé zijn. Die mag best een beetje glazig zijn. Dat is vooral heel lekker bij zalm juist. De couscous. Nou, nu moeten we een fluffy gaan maken. Want dat had ik beloofd. Ik doe dat graag met een garde. Klein beetje weer de lucht terug in de korrel krijgen. En ondertussen kun je ook die boter helemaal door die korrels heen roeren. Dat er overal om elk klein mini korreltje roomboter gaat zitten. En ik ruik hem al. Echt, echt boterlucht. Super lekker natuurlijk. Nou heb ik hem één keer gestoomd. Maar mocht je nou een keer volkoren couscous gebruiken, dan is het altijd wel lekker om hem nog een tweede keer te stomen nadat je hem een keer hebt doorgeroerd. Want dan wordt die extra, extra, extra fluffy. En bij volkoren granen is dat natuurlijk ook wel fijn, want die zijn natuurlijk sowieso al wat stugger. Goed, dit staat klaar. Even kijken hoe het bij de groenten gaat. Ik laat het nog heel even kort doorverwarmen. Dan heb ik nog meer smaakmakers. Ik heb hier namelijk olijven en feta. Ik leg de feta even apart in een bakje. Die wil ik straks voor de kleur nog eventjes aan het einde over de couscous heen strooien. Deze gaat met ui en wortel en knoflook en al door de couscous. En die olie schep ik lekker mee, want daar zit natuurlijk heel veel smaak aan. Ik heb hier nog de amandelen. Die hak ik even grof. Hier kun je natuurlijk allerlei soorten noten voor gebruiken. Pijnboompitjes, hazelnoten, zelfs cashewnoten. Ik heb best wel vaak van die zakjes met restjes noten in de kast staan. Gewoon omdat het niet helemaal op is gegaan. Nou, doe dat lekker allemaal bij elkaar. En roer dat door je couscous heen. Couscous kun je gewoon heel erg mee variëren. Je kunt hem zelfs gewoon koud laten worden en de volgende dag in een klein plastic bakje meenemen naar je werk. Dat is ook heerlijk als lunch. En in de winter doe je er gewoon wat steviger smaken op. En in de zomer lekker fris kruiden en komkommer en tomaatjes. Je kan er van alles mee. Ook de gehakte amandelen gaan bij de couscous. En dan heb ik ook nog lekker wat groenten. Die zijn nu lekker warm, denk ik. Ik schep even een klein beetje groente er doorheen en de rest zal ik straks er nog overheen verdelen. Ik voeg ook alvast een klein beetje verse kruiden toe. Ik heb hier van alles staan, munt en een beetje koriander. Lekker een beetje peterselie. Ruikt heerlijk fris. Snij ik even een beetje fijn. Dan ga
gaat een deel van die kruiden gaat alvast door de couscous. Een deel hou ik zo meteen nog over om een beetje te garneren. En dan ga ik deze eens eventjes helemaal zo omscheppen. Zodat al die smaken helemaal samenkomen. En terwijl ik dat doe, vertel ik jullie ook vast wat ik morgen ga doen. Morgen ook een van mijn favorieten, namelijk een tray bake. En voor wie niet weet wat dat is eigenlijk gewoon een ovenschaal. Die gooi je vol met allemaal lekkere dingen. Die schuif je in de oven en je hebt avondeten. Maar wat ga ik morgen doen? Ik ga er lekker maantjes pompoen op leggen. Ik ga er kipfilet op leggen. Chorizo komt erop. Ik ga er lekker een sausje nog bij maken. Een beetje witte kaas. Het wordt heel lekker en heel makkelijk. Ook wel eens een keer fijn, toch? Die couscous die is nu heerlijk gemengd. En nu is hij eigenlijk gewoon vegetarisch. Dus zo zou je hem, als je vegetarisch eet, gewoon kunnen laten. Even een beetje die randen schoonvegen. En ik heb nu alles door elkaar heen geschept. Traditioneel in Marokko bouwen ze hem echt op. Dus onderop de couscous, daarbovenop dan de groenten. Daarbovenop weer de vis of vlees of de vegetarische topping die je wil hebben. En dan maken ze hem vaak af met nootjes, met rozijnen. Lekker nog met wat verse kruiden. Maar zo vind ik hem eigenlijk lekkerder. Ik leg de zalm erbovenop. Want deze schaal kun je natuurlijk heerlijk gewoon op tafel zetten. Kijk eens eventjes. Dan had ik natuurlijk nog een klein beetje feta. Die verkruimel ik eventjes zo met mijn handen. En niks lekkerders dan wanneer die feta uiteindelijk door de couscous geroerd wordt en door de warmte een klein beetje gaat smelten. En ik heb natuurlijk nog de groene kruiden. Nou, volgens mij is dit gewoon een feestmaaltje. Heerlijke, mega fluffy couscous met sous vide gegaarde groenten, olijfjes, verse kruiden, heel veel boter, maar dat is echt super lekker. Een perfect gebakken stukje zalm die ingesmeerd was, was met die pittige harissa. En dan als laatste, groene kruiden. Het is toch een plaatje, durft er bijna niet aan te komen. Ik hoop dat jullie hem gaan maken. Eet smakelijk!